Halleluja. Amen. Amen. God zegen u. Welkom vandaag weer in de dienst. Ik moet even kijken, mijn microfoon. De microfoons van ons in Zuidoost zijn een beetje anders. Maar microfoon blijft microfoon. De bedoeling is dat u me gaat horen. Amen. God is goed en zeer te prijzen. We hebben weer een gezegende dienst gehad in Zuidoost vanmorgen. En de Heere helpen ons en sta ons bij daar met het werk. En we danken hem daarvoor. Amen, amen. Ik wil met u lezen in... Ik moet echt wennen aan die hoge tafels hoor. Ik ben niet zo lang. Meestal heb ik echt het ja, onder. Is het normaal dat ik... Oh ja, oké. Okay. Ik wil met u lezen gelovigen. Marcus 10 vers 17. Marcus 10 vers 17. Thank you Jesus. Oh ja, heel handig. Die heb ik ook voor me. Amen. Hebt u het al? U zit zo vol spanning. Huh? Yeah. Oké. Okay. Het gaat over de rijke jongeling. Nou, u ziet het al. Hij was dus rijk. En hij, die rijke jongeling. Toen hij op weg was, ging, liep iemand op hem toe, op de Heer Jezus. Die viel op de knieën en vroeg hem, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? Dat is een serieuze vraag van hem. Wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? En Jezus zeide tot hem, waarom noem je me goed? Niemand is goed dan God alleen. Gij kent de geboden. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis geven. Gij zult niets ontvreemden. Eer uw vader en uw moeder. En hij zeide tot hem, meester, dat alles heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. En Jezus hem aanziende, kreeg hem lief en zeide tot hem, één ding ontbreekt u. Eén ding. Ga heen, verkoop al wat gij hebt en geef het aan de armen. En gij zult een schat in de hemel hebben. En kom hier en volg mij. Maar zijn gelaat betrok bij dat woord. Verkoop al wat je hebt. Zijn gelaat vertrok bij dat woord. En hij ging bedroefd heen. Want, de Bijbel zegt, hij bezat vele goederen. Heel veel bezat hij. Deze jongeman kwam bij de Heer Jezus. Hij kende de geboden. Hij wist dat de God van Israël zich had geopenbaard aan Mozes met deze geboden. Maar hij miste iets. Hij wist dat hij iets miste in zijn leven. En hij ging naar Jezus, hij hoorde van hem, die profeet, zoals men toen der tijd dacht. Die ging, die goeddoende, mensen genas en zo beter. Hij had woorden van leven, woorden van eeuwig leven. En hij dacht, ik moet bij die man gaan. Misschien dacht hij wel, ik moet mijn geweten sussen. Want ik mis iets. Ik weet dat ik iets mis. Maar waarom mis ik iets? Waarom? Waarom mis ik iets? En Jezus, zoals we hebben gezien, die had hem lief. Die had hem echt lief. Zie, de Heere houdt echt van ons. Hij is wel bedroefd. Hoe wij soms zoveel nog willen vasthouden in ons leven. Waardoor we die echte blijdschap die de Heilige Geest belooft, niet kunnen ervaren in ons leven. Want de Heilige Geest geeft blijdschap.
En die blijdschap heeft niets te maken met hoe uw situatie is. Wat op u afkomt. Dwars te midden van alle moeilijkheden, van alle problemen, is die blijdschap er. Gelooft u dat, gelovige? Amen? Zeker weten. Ik kan me nog herinneren, toen ik nog pas tot bekering kwam en ik was nog niet getrouwd. En ja, voor zij die weten, ga er niet verder op ingaan. Ik had een bepaald soort leven. Ik had een bepaald soort standaard in mijn leven. Maar ik had de Heilige Geest ontvangen. En ik had de blijdschap van de Heilige Geest ervaren in mijn leven. En ik was aan het afwassen, broeder Sonny. En terwijl ik aan het afwassen was, zong ik Gods lof. Ik was zo blij, ik prees de Heer, ik was zo blij, ik was zo blij. Maar op een gegeven moment begint mijn verstand. Maar waarom ben je blij? Je hebt geen vrouw, je hebt geen geld. Waarom ben je blij? Want ik wilde graag een vrouw hebben, ik wilde trouwen. Amen. De broeders die willen trouwen, zoek eerst de Heer. Amen. En de vrouwen ook. Wees vol van zijn geest. De blijdschap van de Heilige Geest. Want mensen gaan het zien. En het gaat mensen trekken. Maar mijn verstand zei me meteen. Waarom ben ik blij? Want mijn situatie, dat was mijn situatie. Ik wilde vrouw, ik had geen vrouw. Ik wilde veel geld en ik had geen geld. Maar ik was blij. Waarom was ik blij? Zoals ik al zei. De blijdschap van de Heilige Geest. Het is de blijdschap, gelovigen, van een overgegeven leven. De blijdschap van een overgegeven leven. Daarom zien we soms onze broeders en zusters die niet in die blijdschap kunnen wandelen. Want ze houden dingen vast. Ze houden het vast. Ze willen het niet weggeven. Nee, nee, nee. Misschien die nare ervaring. Bitterheid is binnengeslopen misschien. Of muren om je hart heen gebouwd. Al die verdedigingsmechanismen. Want ik laat niemand me meer kwetsen. Ik ga me door niemand laten kwetsen. Zodra ze dichtbij komen, daar blijven. Nee. Huh? Maar ziet u, de Heer keek deze jongen aan. Hij zegt, één ding mist je. Eén ding. Ga en verkoop al wat je hebt en geef aan de armen. Amen. Misschien zou hij vandaag aan de dag horen, ga en verkoop het en breng het aan de bediening. Maar de Heer Jezus zei dat niet. De Heer Jezus zei dat niet. De Heer Jezus zegt, geef het aan de armen. Geef het aan de armen, zegt hij. En natuurlijk moeten we ook geven aan de Heer voor het werk van God. Want dit alles hier, dat kost... Oh, ik zie mezelf. Dan ben ik niet gewend in Zuidoost. Ik moet nog wennen. Ja, natuurlijk moeten we geven. Maar dat geld was zijn blokkade. Het hield hem vast. Het was zijn status. Het was zijn identiteit. Het was alles wat hij was. Hij dacht, als ik dat weggeef, wat ben ik dan nog? Ben ik niks meer? Wat is er dan nog van me over? Maar ziet u, daar wil de Heer ons hebben. Daar op die plaats. Dat we geven. Dat we onszelf geven. En we zeggen, Heer, hier ben ik. Ik houd dat vast, maar ik laat het los voor u, Heer Jezus. Ik laat het, al blijft er niets meer van me over. Weet u, de profeet, er was een profeet in de Bijbel, Jeremia. En hij had dit ook door. En weet u wat hij zei? Tuchtig mij, o Heer. Hij zegt, maar toch naar recht, dat er misschien een beetje van me open blijft. Toch nog een beetje hebben. Maar hij wist het. Hij zegt, tuchtig mij, o Heer. Want Jeremia moest, ik denk, wat zeggen ze, 20 of 23 jaar lang, dezelfde boodschap prediken. Van onheil, wat gaat komen, onheil. Wat moest hij doen? Hij dacht zeker, waarom heb ik niet een mooie profetie voor de mensen? Waarom heb ik niet een profetie van, jij, je wordt morgen koning. Of je gaat heel rijk worden. Hij denkt, iedere dag moet ik ditzelfde boodschap weer prediken. En op een gegeven moment doet hij een heel
heel beklag in de Bijbel. En dan zegt hij van, Gods tegenwoordigheid is er niet altijd. Die beek van God is half leeg. Er is niks te vinden. Waar is het water? En de Heer zegt, wanneer je uitspreekt wat waarde heeft. Wanneer je uitspreekt wat waarde heeft. Dat we letten waarop, hoe we praten. Dan zal ik dat u wederkeren. Ziet u, als we spreken zoals de Bijbel wil. De Bijbel zegt, spreek onder elkander in psalmen. Dan halen we Gods tegenwoordigheid naar ons toe. Dan brengen we Gods presence naar ons toe. Maar ik wil niet te veel afwijken van deze jongeman. Want ja, mijn vrouw zegt me altijd in Zuid-Oost, je wijkt helemaal af. Helemaal. En dan is het bijna tijd. Dan denk ik, oh ja, ik moet nog afmaken. Maar vandaag gaan we het afmaken. Amen. Dus daarom zeg ik u. Wat houdt u misschien vast in uw leven? Een bitterheid? Een bezorgdheid? Wil je blijven, bezorgd blijven zijn over die situatie? Hoe het gaat gaan? Ga ik weer een werk vinden? Ga ik misschien wel een vrouw vinden? Ga ik wel een man vinden? Gaat het wel tot me komen? Maar dat we die dingen overgeven aan de Heer. En soms hebben we misschien erge dingen meegemaakt. Mensen die we hebben vertrouwd. Hebben ons pijn gedaan. Hebben misbruik gemaakt van ons. Maar zie Jezus. Jezus, de Zoon van God. Die zegt tegen ons. Geef het aan mij. Geef het aan mij. Laat het los. Laat het los. Laat het los. Pijnlijke zaken. Hij zegt laat het los. Goede vriendje verraden. Laat het los. Amen. Want dat is uw genezing. Dat is uw bevrijding. Ik heb het heel vaak gezien. En soms, misschien bidden we voor iemand. We bidden maar. Degene houdt dat stukje vast of een stukje verborgenheid. Maar in de gesprekken door de genade van God. Zegt hij van, oh ja, dat. Ik geef het over aan Jezus. En boeps, daar is hij. Genezen, hersteld. Ik heb het zo vaak gezien. Zo vaak gezien. En ziet u. Deze jongen. Die was bedroefd. Hij is bedroefd dat hij het niet kon loslaten. Want hij wist dat de Heer had gelijk. Dat als hij dit had losgelaten. Hij zou ontvangen wat hij zo ervoor dat hij miste in zijn leven. Hij miste het. Hij wilde het zo graag. Hij zag die mensen die met de Heer Jezus liepen. Die alles hadden achtergelaten. Petrus heeft zijn vissersbedrijf gelaten. Al die andere jongens die met hem waren. En ze volgden Jezus gewoon. En ze waren blij. En hij zag het. Hij heeft ervan gehoord. Het is de Bijbel, zijn ze rijke jongeling. Hij heeft waarschijnlijk onderzoek gedaan. Van wie is die man? Wat gebeurt er? Wie zijn zij die met hem lopen? En hij dacht, ik moet gaan. Maar hij wilde zijn geweten sussen. Dat is het. Maar laten we die bitterheid gelovigen niet vasthouden. Als die dingen ons zijn aangedaan. Die boosheid, laten we het niet vasthouden. Want de Bijbel zegt, bitterheid sticht verwarring. Het brengt verwarring in je denken. Maar het kan ook verwarring brengen in je lichaam. Dat je lichaam misschien niet meer weet wat er gebeurt. Met alle gevolgen van dien. Maar God is goed. Dank u Jezus. Vandaag geloof ik is er genezing. Vandaag is er genezing. Vandaag is er genezing. Want het is bevrijdend. Een overgegeven leven. Een leven dat alles loslaat. Want de Bijbel zegt, waar je hart is, daar is je schat. Daar is je schat. En zijn hart was bij zijn geld. Men zou zeggen vandaag, hij zat op zijn geld. Hij dacht de hele dag aan zijn geld. Huh? Amen. Broer Romeo, weet het, mijn goede vriend, broeder. Hoe het was in het oude leven, je zat de hele dag op je geld. De hele dag. Je staat ermee op, je gaat ermee slapen. Het houdt je vast.
Het houdt je vast. Amen. Amen. En die blijdschap. Die blijdschap van de Heilige Geest is niet een blij gezicht opzetten. Het is niet blij doen in de kerk. Of een vriendelijk gezicht opzetten. Want zoals ik heb gezegd, het heeft te maken met hoe groot die stormen ook zijn. Hoe zwaar ze ook zijn in je leven. Dat ze zich tonen. Dat je blij kunt zijn. Want deze jongen, die had een stabiel leven. Die had een stabiel leven. Alles was stabiel in zijn leven. Eigenlijk had hij niet al te grote uitdagingen in zijn leven. Want dat geld is er. U weet, geld kan een heleboel makkelijk maken voor ons. Maar geld kan ook veel problemen brengen. Veel problemen. Er was ooit volgens mij een programma die een paar mensen ging navolgen na een paar jaar die heel veel geld hadden gewonnen. En het bleek dat 3/4 van hun allemaal hun leven was verergerd. Hun relatie is verbroken. Het heeft alleen maar ellende gebracht. Alleen maar hebzucht. Alleen maar problemen heeft het gebracht. Maar u denkt zeker nu, ja ja broeder, maar als het komt wil ik het. Amen. En zo goed, want als hij het krijgt, geeft hij het ook aan het werk van de Heere en aan de armen aan te geven. Amen. Dus deze meneer hier zag goedkeuring. Hij wilde eigenlijk misschien horen van de Heer Jezus van, oké, goed gedaan, zegen, je hebt het eeuwig leven. Maar hij wist dat het niet was. Hij wist dat het niet was. Hij zocht niet naar genade. Hij wilde niet erkennen dat hij een zondaar was. En dat hij gebonden was. Dat wilde hij niet erkennen. Hoeveel onder ons, onder gelovigen, houden de schijn op. Van binnen schreeuwen we voor die bevrijding, voor die verlossing. Schreeuwen het. Amen. Jaren en niet willen erkennen dat we gebonden zijn. Dat we die verlossing nodig hebben. Dat we die dingen vasthouden in ons leven. En dat we het moeten overgeven aan de Heer. Ja, we zijn verlost. We zijn gereinigd door zijn bloed van Jezus. Door het bloed van Jezus. Maar misschien onderweg zijn we vergeten wat het leven is van overgave. Iedere dag weer. Overgeven aan de Heer. Dingen loslaten in ons leven. Overgeven aan de Heer. En ik kan heel veel dingen gaan opnoemen. Maar ik geloof dat de Heilige Geest het nu al kenbaar maakt in uw hart. Wat u allemaal moet loslaten. Dat u dat allemaal weet. En ik kijk misschien veel op mijn papiertje hier. Vandaag. Maar ja. Ik heb vanmorgen ook een andere predik moeten houden. Omdat wij een serie hadden. En ik dacht, heren, wat een uitdaging. 2 verschillende prediken. Maar God is goed. God is goed en zeer te prijzen. Halleluja. Dank u, Jezus. Ik wil ook even met u lezen. Ik wil ook even met u lezen. Dat staat in Lucas 19, vers 1. En ik wil die 2 dingen eigenlijk tegen elkaar houden, zodat u een beetje begrijpt. Pastor Sukimon, hoe laat heb ik? 2:10? Oh, om alles, de hele dienst. Oké. Okay. Ja, hebben we het? Lucas 19, vers 1. Daar gaat over een andere meneer weer. Die ook zat op het geld. En deze man wilde heel rijk worden. Hij wilde snel rijk worden. En hij heet Zacchaeus. En dan zien we, Heer Jezus komt op zijn pad. Er staat, en hij kwam Jericho binnen. En ging erdoor. En zie, er was een man Zacchaeus geheten.
die oppertollenaar was. En hij was rijk. En hij trachtte te zien wie Jezus was. En slaagde er niet in vanwege de scharen, want hij was klein van gestalte. En hij liep hard vooruit en klom in een wilde vijgenboom om hem te zien. Want hij zou daar langskomen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij naar boven en zeide tot hem: Zacchaeus, kom vlug naar beneden. Vlug. Want heden moet ik in uw huis vertoeven. En hij kwam vlug naar beneden en ontving hem met blijdschap. En toen zij het zagen, morden zij allen en zeiden: Hij is bij een zondig man binnengegaan om zijn intrek te nemen. Maar Zacchaeus ging staan en zeide tot de Heere: Zie, de helft van mijn bezit, Heere, geef ik aan de armen. En indien ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. En Jezus zeide tot hem: Heden is aan dit huis redding geschonken, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken. Halleluja. Amen. Amen. Zie je, deze Zacchaeus, zien we eigenlijk het tegengestelde. Hij dacht niet: ik kom naar de kerk om mijn geweten te sussen. Want ik ken dat. Eigenlijk ben ik zo in de kerk gekomen. Ja, ik wilde mijn geweten sussen. Ik kwam naar de kerk hier, de dienst. Ik heb een formulier gepakt. Dopen heb ik ingevuld. Pastor Uileman belde me. Hij zegt: ja, je hebt een gesprek aangevraagd. Ik zei: nee, geen gesprek. Ik wil geen gesprek. Ik wil dopen. Hij zei: maar oké, dan zullen we eerst een gesprek hebben. Dus zo ben ik toch gestrikt in een gesprek. En in dat gesprek kwam het naar voren dat ik moest bekeren. Dat ik moest bekeren. En het kan, hoor, het kan dat u misschien jaren in de kerk komt. Jaren hier al, maar u wil eigenlijk uw geweten sussen. Van oké, ja, ik ga naar de kerk tenminste. Ik doe toch tenminste iets goeds. Toch? Ik ga naar de kerk. Of misschien halve bekeringen. Maar de woord zegt dat al. Bekering is: je keert je om. En je bekeert je. Is een omkering. En ik blijf het zeggen. Ik heb het vaak gezegd bij ons daar in Zuidoost. Ik zeg: te vaak zie je dat kinderen van God zo bekeren. En ze blijven naar de wereld kijken. En het blijft trekken. Het blijft trekken. Maar we moeten ons omkeren. Helemaal bekeren. En ons richten op Jezus. Want dan gaan wij zien al die dingen die de Heer voor ons heeft. Vroeger stond er hierboven: altijd bemoedigde mij. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Het is mijn favoriete tekst geworden. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Met andere woorden, zie. Kijk er naar uit. Kijk wat ik ga doen. Kijk hoe ik alle dingen nieuw ga maken. Hou niet vast aan die oude dingen. En misschien moet u vrienden loslaten. Ik ga niet zeggen je familie, je ouders. Straks kan je horen, heeft gezegd. De kerk zegt: maar niet met mijn familie omgaan. Maar als uw familie u steeds trekt naar het zondige, naar die onreine dingen, dan moet u ook daarmee breken. Amen? Als uw familie jarig is en u weet ze gaan gekke dingen daar gaan doen op die verjaardag. Ik ga niet zeggen: ga niet. Gebruik wijsheid. Weet u wat mijn vrouw en ik deden? We gaan vroeg 's ochtends met een bloemetje. Is er nog geen feest? En daar zijn we geweest. Toch? We zijn geweest. Want we weten, als we straks gaan, op die tijd, is party time daar. Is Beyoncé en al dat zee en al die dingen daar. Ja, we moeten onze hart bewaren, gelovigen, voor al deze dingen. Want deze dingen werken de geest van God tegen. Net zoals de Heilige Geest, als die in ons komt wonen. Hij is bezig met een heiligmakingsproces in ons. Hij werkt die dingen tegen.
Maar als we ons openstellen nog voor al die wereldse dingen en al die oude dingen, die bitterheid, die boosheid en al die vrienden, al die mensen, dan werkt het ook tegen. En dan blijven we daar staan. We gaan nooit in die volheid. We kunnen die volle blijdschap van Gods geest niet ervaren. We kunnen niet echt geleid worden door de Heilige Geest. Dat hebben we nodig. Om geleid te worden door de Holy Ghost. Door de Holy Spirit. Want daarvoor is hij gekomen. Daarvoor is hij gekomen. De Bijbel zegt, dat zijn de ware zonen en dochters Gods. Die worden geleid door de Heilige Geest. En als we kijken naar deze meneer Zacchaeus. Dan zien wij een beetje, ja, tegenovergestelde. Want hij wilde genade. Hij erkende, hij wist, ik ben een zondaar. Nou, zonduman, weet je wat ze zeggen in Surinaams? Misschien klinkt het dieper nog. Dat je weet. We moeten bekeren. Die dingen loslaten. Hij wist het, hij erkende het. En natuurlijk, hij werd gehaat door de Joden. Want als tollenaar belasting. Nu haten we belastingmensen toch niet meer. Amen. We krijgen 2 schijven straks. Prijs God. Amen. Maar hij werd gehaat. Want ze waren onder druk. Ze waren overheerst door de Romeinen. En hij was in dienst van die Romeinen. En hij belasting extra. Voor ons anderen zeggen dat hij nog een extra op de extra nam. Maar hij wilde weten, hij wilde vergeving hebben. Hij wilde het in orde maken met God. Maar hij dacht ook, hij was ook inderdaad klein. Hij was waarschijnlijk net zo klein als ik. Zag je eens. Of misschien voor het Midden-Oosten was hij nog kleiner. Want daar zijn ze kleiner, hè? Daar zijn ze kleiner. Ik weet nog, daar in de gang, achter, we hadden een gastprediker. En misschien, u kent hem vast wel, de kortste die we ooit hier hebben gehad. Gastprediker uit het buitenland. En iedereen zegt tegen mij van, ja, je lijkt op hem. Ja, je lijkt een beetje, je lijkt op hem. En ik stond achter in de gang. En een broeder zei, kijk, hij komt, hij komt. Dus ik kijk, waar is hij, waar is hij? Ze zeggen, kijk hem, waar? Oh, maar no, ik hoef nooit omlaag te kijken. Ik moet altijd omhoog kijken. Maar nu moest ik omlaag kijken. Dus misschien was hij net als Zacchaeus. Altijd overgeslagen worden. Niet gezien worden. En Zacchaeus, die had dat erkenning te krijgen met zijn geld. Maar hij werd juist gehaat. Door wat hij deed. Maar hij zocht die genade. Hij zocht die genade bij God. Hij wilde vergeving hebben van zonde. Als er een oproep gedaan zou worden, was Zacchaeus nummer 1 voorin. Nummer 1. Tegenstelling met die andere jongeman. Die was daar van, oké, wat moet ik doen? Ja, ik hou al die dingen. Ja. Ik ken al die wetten, al die regels. Ik weet het, ja. Je mag niet zo dansen in de kerk, je mag niet dat doen, je mag zo niet doen. Ik ken al die dingen. Maar hij wilde het niet een zonde noemen. Hij wilde dat niet zo noemen. Hij zei, Jezus, ik val nooit op bij God. God gaat me niet zien. Hoe kan God me zien? En misschien hebt u dat gevoel ook. Het kan. Heb ik ook vaak gedacht. Heb ik ook vaak gedacht. Ik zei, wie ben ik? Kom op, wie ben ik? Wie ben ik? Wie ben ik? Ik mag blij zijn als ik daar binnen mag komen en mag zitten. Je komt in de gemeente hier. Ik zat altijd daar achter. Alle handen omhoog. Ik dacht, ik ben in de hemel. Echt. Wat leek de hemel. Man. Maar de kracht van een overgegeven leven. Thank you, Lord. En de Heere zag die jongeman hoe hij wegging. Hoe hij zo bedroefd was. Dat hij zijn leven niet kon afleggen voor hem.
En de Heer doet een uitspraak daarvan. Hoe moeilijk zal het zijn voor een rijke om te komen in Gods koninkrijk. En ik geloof dat het niet alleen rijk is met geld. Want hij zegt zalig de armen van geest. Die bij hem komen en zeggen, Heer, ik heb u nodig. Ik heb niet, Heer, ik ben arm. Ik wil hebben wat u hebt. Maar de rijke denkt, ik heb al. Ik bezit. Jezus zegt, zo moeilijk is het. Want er zijn genoeg rijken die alles hebben gegeven ook aan de Heer. En de Heer dienen met alles wat ze hebben. Er zijn genoeg. Ik ken er een heleboel. Maar God is goed. Amen. Hij roept ons op om dat leven te geven aan hem. Dat overgegeven leven. Zodat hij ons kan zegenen. Zodat hij ons kan zegenen daarin. Amen, want hij is een goede God. En wat was de uitslag hiervan? De uitslag van die rijke jongeling was, hij ging bedroefd weg. Hij had geen blijdschap. Eigenlijk zeggen ze, ja, hij is gezonken. Hij is gezonken, zeggen ze. Ik vind het niet erg toch, die veel Surinaamse woorden vandaag. In Zuidoost kan ik ze meer doen, vaste Gerard. Amen, amen. Ah, broeder Chaka spreekt al Surinaams, hoor. Wist hij niet. Broeder Chaka spreekt al Surinaams. Hij verstaat alles. Amen. En die jongen ging weg. Gezonken. Let er goed op hoe hij zijn weg ging. Zo bleef zijn leven. Was het geld dat waard? Om zo door het leven te gaan. Die dingen vast willen houden. Die boosheid. Al die teleurstelling blijven voeden maar. Blijven maar denken weer steeds aan. Ja, kijk hoe ze hebben gedaan met me. Kijk hoe het is gegaan. Kijk. Allemaal eigenlijk het blijven voeden. Het blijven voeden. Zodra het even niet goed zit. Zodra het even een beetje min zit. Zit je weer gewoon daarin. Kijk hoe hij zijn weg moet gaan. Diep bedroefd, gezonken. Helemaal gezonken. Net een schip ging zinken. Beetjes bij beetjes bij beetjes. En God wil ons niet zo hebben. Want hij houdt echt van ons. Hij houdt echt van ons. Amen. Amen. Het heeft me jaren geduurd hoor. Om dat goed tot mij te laten doordringen. Want die liefde is onbegrijpelijk. Onvoorstelbaar. Ik heb ooit uitgesproken. Ik zei, Heere, u hebt lief wat zichzelf niet eens lief heeft. Wat een liefde. Wat een God. Amen. En ik heb een getuigenis. Dat ga ik nu niet meer, want anders gaat het nog lang duren. En ik heb een getuigenis. Maar ik zeg altijd, mijn getuigenis zijn toch tweeledig. Een getuigenis van de dingen die ik heb gedaan, wat voor iedereen te zien was, maar ook een getuigenis van wie ik eigenlijk echt was. Eigenlijk toch echt onzeker. Niemand zou dat kunnen denken. Niemand. Helemaal niemand. Allereerst, ja, kijk, als je vooral in een land als Suriname groeit, je op, je bent klein. Dus je onzekerheid wordt gelijk voor je gedrukt in je gezicht. Nee, je mag niet meespelen. Spek en bonen. Ja. Nee, je wil naar de film gaan. Ja, ik ben 16. Kom, laat me voelen. Niks. Nee. Ja, want je had geen ID nog. Dus je onzekerheid wordt gevoeld. Die jongens zeggen, zet een beetje zand. Ik zeg, nee, dat gaat die man voelen. Alsof je stoppels hebt. Maar God ziet ons wel. En hij weet dat we dingen missen in ons leven. Maar hij zegt, kom tot mij. Ben je vermoeid? Ben je belast? Iweri? Ben je ervan moe om dat mee te dragen? Is het klaar nu? Kom, geef ze aan mij. En ik ga je leven dan vullen met de Heilige Geest.
En je ziet het bij Zacchaeus, al die ellende, al die problemen, hoe Zacchaeus ook was, wat men ook zag, de Heere wilde bij hem komen. De wilde bij hem, maaltijd bij hem komen houden. Een diep gebaar van acceptatie is die liefde van God. En wat gebeurt er? Zacchaeus bekeert. En Zacchaeus bekeert echt. En wat was de uitslag van die andere jongen? Gezonken, weggaan, een gesloten portemonnee. Maar Zacchaeus' portemonnee ging open. Huh? Net zoals zijn hart open ging, ging zijn portemonnee open. Hij zei, Heer, ik ga vergoeden. Ik ga iedereen geven. Ik ga al die mensen geld geven. Ik ga ze teruggeven, iedereen die ik heb bestolen. Amen. Wanneer u tot bekering komt en u herinnert u die mensen die je hebt bestolen. Ga naar ze toe. Amen. Zegt u nog amen? Amen, amen. En als het moeilijk is, bid God. Zeg, Heer, geef mij kracht om daar te gaan. Geef me kracht. Geef me kracht. Maar Zacchaeus zei, ik ga schoon schip maken. Ik geef het weg. Ik open mijn hart. Ik open mijn portemonnee. Allemaal voor Jezus. Hij is niet meer gierig. En weet u, als ons hart open gaat voor God. Hè? Als ons hart open gaat voor God. Pastor Stanley zei altijd, niet zomaar zeggen die dieven, your money of your life. Huh? Het is aan elkaar verbonden. Is aan elkaar verbonden, toch? Mensen, ons geld is ons geld. Nee, kerk is kerk, leuk. Maar mijn geld is mijn geld. De kerk moet niet komen, mijn geld. Mijn geld is mijn geld. Maar als ons hart open gaat voor Jezus, dan willen we geven voor Gods werk. Dan willen we geven voor Gods zaak. Dan willen we geven aan goede doelen. Vroeger dacht ik altijd goede doelen. Echt niet, die mensen zijn oplichters, man. Ze krijgen niks van mij. Maar als we van de Heer houden, dan willen we ook, dan gaan we geven daaraan. Dan gaan we denken aan onze medemens. Amen. Maar de kracht van een overgegeven leven. De blijdschap van de Heilige Geest. Zoals Zacchaeus het hier op een gegeven moment ervaart. Hij zei, Heer, ik geef aan de armen en alles. Ik vergoed. Ik viervoudig zelf. Hij zei, ga ze niet, als ik ze euro heb bestolen, ga ze 4 euro geven. Overgegeven leven. Open voor God. Om te ontvangen de leiding van de Heilige Geest. Maar als we vol van onszelf zijn, is er geen ruimte voor Gods geest. We moeten hem de ruimte geven. Ons leven overgeven aan hem. En als er dingen moeilijk zijn om te praten, zeg het aan de Heer. Vertel het hem. Vertel hem, Heer, die pijn, die moeite. Ik heb bij geen jaren echt moeten huilen. Veel moeten huilen. Om de dingen die toch diep weggestopt waren. En ik vertelde het aan de Heer. Ik vertelde het aan hem. En op een gegeven moment als ik het vertelde, hoefde ik niet meer te huilen. Je bent genezen. Dank u Jezus. Al denk ik er weer aan terug. Ik ben genezen. Ik ben hersteld. Maar we moeten in die standvastigheid staan. Broeders en zusters. Het leven overgegeven, dat Gods geest in ons midden kan werken. Gods geest ons kan leiden, de Holy Spirit ons kan leiden waarin hij wil. Halleluja, dank u Jezus. Gods liefde verandert hem. Gods liefde verandert Zacchaeus. Jezus heeft hem geaccepteerd en Jezus heeft ook u geaccepteerd. U bent hier vandaag. Niet zomaar. En het kan zijn, zoals ik eerder zei, dat u al lang komt naar de kerk. En misschien had u niet eens door dat u geweten zuster. Het kan. Maar u zich niet te schamen. Ik deed het ook. En er waren vast een paar voor mij die het ook deden. En na mij ook. Maar om vandaag de beslissing te nemen. Vandaag is mijn dag. Vandaag trek ik alles open. Alle registers trek ik open. Alles. My life for Jesus. Ik leg het neer aan hem, aan zijn voeten. Kom, Heere, vul mij. Amen. Halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Prijs uw naam. Pastor Gerard, kunnen we een lied zingen? Halleluja. God is goed. Hij is een goede God. Hij is een goede God.
En soms gaan we door dingen heen als kinderen van God. Oh ja. Strijd, zolang we op aarde zijn, blijft er strijd. Er blijft strijd. Maar de Heer moet meer worden. En wij moeten minder worden. De Heer moet meer worden. En wij moeten minder worden. Want dan kan hij ons leiden. Dwars door alles heen. Hij zegt in de Bijbel, ga je door het water? Ik breng je er doorheen. Komen de stormen? Ik breng je er doorheen. Geef mij jouw leven. Opdat ik het vullen met mijn Heilige Geest. Opdat je die blijdschap, gelovigen, die woorden schieten tekort. Waarmee ik hier heb willen duidelijk maken. Voor zij die het ervaren weten het. Het heeft niets te maken. Niets. Met wat om je heen gebeurt. Het is een blijdschap van Gods Geest. Is de Holy Ghost. Amen. Dank u Jezus. Dank u Jezus. Ik wil graag, heel graag met u bidden als u hier bent. Wat moet u overgeven? Wat moet u overgeven? Weet u dat het huis van de Heere en het huis van God is een vrijheid. Is een vrijheid. Want zijn geest is hier in ons midden. Zijn Heilige Geest is in ons midden. Dus ik vraag u. Wat moet u overgeven aan de Heer? Vrees. Bezorgdheid. Een bezorgdheid dat je te veel overweldigt. Angst. Bitterheid, onvergevingsgezindheid. Ik weet niet. Of zegt u vandaag, broeder, trek ik de registers open. Ik maak een nieuwe commitment voor Jezus. Als ik het nog niet heb gedaan. Ik geef me geheel. Of misschien hebt u die stap nog nooit gemaakt. Dat kan. Misschien komt u in de kerk al. Of misschien bent u vandaag meegenomen door iemand. En u hebt die stap nog niet gemaakt om uw leven geheel aan Jezus te geven. Geloof me, u krijgt er nooit spijt van. Nooit. U wordt gezegend en u zult een zegen zijn voor anderen. Dank u Jezus. Zullen we staan, geloven? Zullen we staan? Zullen we staan? Komt u een beetje in beweging? Amen. Halleluja. Dank u Jezus. Dank u Vader. Heere, dank u voor uw goedheid. Dank u Heer Jezus, mijn God. Heere, dank u o God. Heere, dat u ons accepteert. Heere, dank u dat u van ons houdt. Heere, dank u dat u ons trekt uit de duisternis, mijn God. Heere. Dank u Heere, mijn God, dat u ons wil reinigen met uw bloed. Dank u Heere, dat u Heere, uw geest in ons binnenste wil geven. Heere, dat we voor u zullen leven. Dank u, Heere Jezus. Dank u, mijn God, Heere. Heere, u bent Heer in dit huis. U bent Heer over deze plaats. Oh, dank u, Jezus. Halleluja, halleluja. Thank you, Lord Jesus. Oh, shakarabaha. Rebeke yandorolosha. Dank u, Jezus. You are holy, Lord, holy, Lord. You are holy, Lord. You are mighty, Jesus. Oh, Jesus, Jesus. Dank u, Jezus. Gelovigen, als u leven wil geven aan Jezus, komt u naar voren. Kom naar voren. Komt u naar voren. Amen. Make a statement for Jesus. Komt u naar voren. Als een getuigenis dat u uw leven geeft voor Jezus. Amen. Amen. Aarzelt niet, aarzelt niet. Aarzelt u niet. Aarzelt u niet. U bent hier, u bent hier. U bent hier, u moet die commitment maken. Om geheel te geven aan hem. Dank u, Heer Jezus. Aarzelt niet.
Halleluja. 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 U bent hier. Shakarabahando. Verzet u niet tegen Gods geest. Come on. Come on. God is goed. Jesus. En misschien moet u een van deze dingen geven die ik heb opgenomen. Angsten. Misschien wordt u gekweld door angsten. Vrees. Bitterheid. Onvergevingsgezindheid. Boosheid. Oh, wees een Zacchaeus vandaag. Wees een Zacchaeus vandaag. Ik praat tot sommige mensen. Ik praat tot ze. Oh yes, yes, yes. Yes, God's love is here. God's love is working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who Jesus. You are. Thank you, Jesus. Waymaker, miracle worker, kom met een open hart. Keeper, kom met een open hart voor het aangezicht van God. God. That is who you are. Ik ben het niet, maar Hij is het. Dit zal doen. Miracle work, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Dank u, Jezus. We make a hallelujah, hallelujah. Dank u, Jezus. Light in the darkness, my God, that is who you are. Ooh. Holy Spirit, Holy Ghost. Holy Spirit, Holy Spirit. Dank u, Jezus. Dank u, Heilige Geest van God. Dank u, O Koning. Dank u, Jezus. Yes, yes, Lord. U raakt ieder aan. Dank u, Jezus. Pastor Sokimo, als u helpt bidden. De oudste, Pastor Philip. De bidders, ze helpen bidden, de mensen. Halleluja, halleluja. Dank u, Jezus. Vader, u bent groot. Heer, u bent zeer te prijzen. Ga je gang maar. U bent groot, mijn God. Heer, u bent machtig. U bent de koning van alle koningen. Heer, u bent Heer over alle dingen, o God. Heer, wij prijzen u. Heer, wij aanbidden u, mijn God. Heer, u gaat, Heer. Niemand gaat u voorbij. U raakt alle aan, mijn God, Heer.